Wat wij voor ogen hebben is dat die opleiding kindergeneeskunde als het ware een soort zandlopermodel is. Waarbij je in het begin de opleiding voor medisch handelen, patiëntenzorg heel breed hebt. Daarna ga je per onderdeel een heel stuk de diepte in en versmalt het zich. Maar daarna willen we zeker voor de kinderartsen die later algemeen werken, dat ze weer in de breedte gaan en dat met name ook een heleboel van die andere competenties dan veel meer aan bod komen. Het sprak me eigenlijk meteen aan, omdat het me de mogelijkheid heeft geboden om aan het einde van mijn opleiding weer een stukje verbreding van medische kennis te bereiken. En ook een aantal andere competenties aan bod te brengen. Dus onder andere opleiding en management, waarvan ik denk dat het onmisbare kwaliteiten zijn in het uiteindelijke werk als kinderarts in de praktijk. Ik heb eigenlijk al lang gemerkt in mijn carrière dat het ontzettend belangrijk is om niet alleen aandacht te besteden aan de medisch inhoudelijke kant van de zaak, maar ook het managen van een afdeling. En we hebben de opleiding opgezet in een drietal fases, waarbij drietal modules waarbij de theoretische onderbouwing aan het bod komt, een aantal praktijkvoorbeelden worden meegekeken en twee projecten worden gedaan. Ja, het is een spannende hoe die AJOS zich profileert binnen die stage. Hij heeft inderdaad een dubbelrol. En dat betekent dat hij enerzijds in een relatief korte fase de rol van zelfstandigheid aan moet kunnen. En dat zie je meestal in de ervaring die we toen nu heel duidelijk een groeifase. En van de andere kant moet hij of zij geaccepteerd worden door de andere AJOS, die soms al een stukje verder zijn, om die supervisie te aanvaarden. Waarbij het heel belangrijk is dat die rol vanaf dag 1 duidelijk is voor iedereen. Zowel voor de artsassistenten die ik superviseerde, als ook voor de kinderartsen die dan mij weer superviseerden. En het mooie daarvan is dat het je de mogelijkheid biedt om alvast te wennen aan een grotere verantwoordelijkheid voor de patiënt met name. Maar ook voor het stukje opleiding van de artsassistenten. In de coaching, de supervisie van assistenten zit natuurlijk ook hoe je die assistent die hier is in het wetenschappelijk denken over bijvoorbeeld een patiëntenzorgprobleem. Of ze evidence-based werken, ook die profileringsassistent kan daarin een rol spelen hoe die betreffende jongere assistent daarin moet optreden. En daarin gecoacht kan worden. Ik denk dat je als medisch specialist tegenwoordig niet alleen maar je medische inhoudelijke kennis moet hebben, maar ook steeds meer kennis moet hebben van management en onderwijs en opleiding. En dat zijn ook twee aspecten aan het vak die ik zelf heel belangrijk vind. Dus ik denk dat deze stage mij ook die extra bagage geeft en mij daardoor een breder opgeleid algemeen kinderarts maakt dan als ik deze stage niet had gedaan.